De tweede optie was geen succes. Het was nog steeds precies hetzelfde. Hij maakte nog steeds die twist. Wat ik dus in het begin had toen ik die bridge gebruikte. Dus er zijn er wat andere dingen aan de hand. Het model ziet er verder nu goed uit. Maar als je dan de faces pakt, alles zit aan elkaar vast. Alleen hier is wat aan de hand. En het kan dus zijn dat de normals de verkeerde kant op staan. En een normal kan je meer zien, en dat gaan we zo meteen visualiseren, is een lijn. Ik wil deze vert nog even achter trekken. Zie je, zo blijf je bezig. En je ronding creëren. Goed, en zo blijf je ook bezig. Okay. Jullie kunnen dat zelf beter. Dus een normal zorgt ervoor dat je deze face kan zien. Aan de achterkant kan je ook zien. Backface calling heet dat. Maar als we dus gaan renderen, als we deze renderen van de voorkant. Maak even snel een render van, dan zie ik mijn faces. Dus de achterkant render. Ik maak nu een render. Oké, dan val ik even door de mand. Backface calling. Kijk, aan de achterkant van de camera officieel kan je dat niet zien. Je kan dat uitzetten. Vooral bij games is het belangrijk. Maar we willen wel weten of de normals de goede kant op staan. Dus een normal zorgt ervoor dat we deze face kunnen zien. Dus er staat een pijl als het ware, een lijn die naar de camera schiet. Naar voren toe. Hoe kunnen we dat laten zien in Maya? Dan gaan we naar Display. En onder Display gaan we naar Polygons. En onder Polygons. En hier Backface Calling, dus waar ik het over had. En hier Face Normals. En eigenlijk willen we de Face Normals zien. Dus we klikken daarop. Vervolgens klikken we weer op ons model. En nu zien we die groene lijn. En dat betekent dat de normal is. En die normal staat hier naar buiten toe. Wijst hier ook naar buiten. Allemaal netjes. En onderkant wijst hier. Dat goed. We zien dat de bovenkant van de lip naar binnen wijst. En dat is dus iets waardoor we die twist krijgen. Hier staat hij naar binnen, naar buiten toe. Dus de binnenkant is wel goed. Dus om dat te doen, gaan we naar face mode. En vervolgens selecteren we alle faces die de normals de verkeerde kant op hebben staan. We gaan rond ons model. We zien dat de binnenkant goed is, maar de buitenkant niet. We klikken die face ook aan en dan hebben we alle faces geselecteerd waarvan de normals de verkeerde kant op staan. Dat doe je bij jouw model dus ook gewoon, bij je eigen model. Als dat niet zo is, nou, dan hoeft het dus niet. Dan is het misschien iets anders aan de hand, misschien merge vertex. Maar goed, we willen dus die normals flippen. We gaan verder naar normals. Zorg ervoor dat je wel in de startmenu polygon zit, of menu set, polygon zit. En vervolgens ga je naar normals. En onder normals kijk je naar beneden en dan zie je reverse. Dus we willen het gewoon omdraaien. Klik op reverse. Als we dus nu in ons model kijken, zien we dat alle normals de goede kant op staan. Wij is allemaal van de lip naar buiten toe in plaats van naar binnen. Vervolgens gaan we in de object mode. Selecteer ons model weer. Nou, we hebben de normals nu gezien. Klikken de normals weer uit. Dus we gaan display polygons. En vervolgens klik je nog een keer op face normals om de face normals weer te verwijderen. En als we dan nu op 3 klikken, zien we dat hier de normals ervoor gezorgd hebben voor die artifact wat je hier aan het doen. Dus nu zie je dat die de goede vorm heeft gecreëerd. Dus ja, dat zijn een paar technieken om dus je model niet opnieuw te hoeven beginnen, maar waar je naar kan kijken wat er altijd fout gaat. Het kan ook zijn dat je een extra face selecteert, of een extra extrude gedaan hebt, dus wees gewoon voorzichtig in Maya. Met je extrudes en met je veranderingen. Maar het is gewoon een heel gevoelig programma. Goed, dus de opdracht voor deze week is om gewoon je lippen weer te bekijken. Dus zorg ervoor dat je in subdivision mode, dus op 3 drukt om in de smooth mode te gaan. En zorg ervoor dat je lippen dan ook op deze manier eruit zien. Is dat niet het geval, dan gebruik je dus de video, deze video, om die fouten zo goed mogelijk te herstellen. En vervolgens lever je de lippen weer opnieuw in bij mij. En als je denkt van, als die lippen wel goed zijn, probeer deze techniek eens uit om te weten hoe ze werken. En probeer dan eens verder te gaan met het oog op deze manier. Dus we hebben die lippen plane modeling gedaan. Het oog gaat precies op dezelfde manier.
Oké, dus succes daarmee. Ik hoop dat het iets duidelijker is geworden.